Jawel hoor, hier is hij dan. Het nieuwe Rode Ridder album. Nummer 263 in de reeks. De vervloekte talisman. Met het zegel 60 jaar, want dit jaar bestaat de Rode Ridder stripreeks 60 jaar. Gemaakt door het Triumviraat. Marc Legendre, schrijver. Fabio Bono, tekenaar. Dimitri Fogolin, inkleurder. Een vriend van Fabio Bono trouwens, die ook in Italië woont. Het is echt wel een donker verhaal geworden. Letterlijk en figuurlijk. Een donker verhaal waarin we een gruwelijk feit over de Rode Ridder te weten komen. Dat was een shocker, moet ik zeggen. Maar ja, goed, de schrijfmankunst van Marc Legendre is dat. En weet je wat leuk is aan dit album? Ik heb er een rolletje in. Hier doe ik mijn entree, want ik ben de herbergier. Tja, dat noemen ze typecasting zeker. Hier links, hier rechts zie je me. Hier zie je me. Je ziet me nog een aantal keer natuurlijk. Hier en daar. Goed. En tot zover ga ik. Want ik wil net te veel van het verhaal vertellen. Plus, het is op één plaatje na ergens aan het einde mijn volledige verschijning in dit album. En weet je wat ook leuk is? Robert Harbers. Die hebben we hier. Onder meer, want hij komt ook een paar keer terug nog. Dat is de beheerder van de Rode Ridder Wiki. Met altijd leuke nieuwe weetjes en feiten. We mogen gelukkig zijn als Rode Ridder fan dat we hem hebben. Trouwens, de Rode Ridder fans die weten dat dit niet mijn eerste rol is in de Rode Ridder. Want in nummer 220, de Vedelaar van St. Pauls, had ik zelfs een van de leidende rollen in het album. En, de Rode Ridderfans weten ook, dat ik de scenarist ben van nummer 195, Olaf in Lina. Dat is nog door Wijlen Karel Biddeloo, mijn goede vriend, die mij veel te vroeg ontvallen is, gemaakt. Olaf in Lina heeft hij volledig uitgetekend, Karel. Kijk eens. In Hamme heeft hij dat getekend in een restaurant aan de markt, waar we iets gingen eten. In maart 2003. En een jaar later was hij dood. Hier ook een tekening trouwens. Hè? Van Klaus Scholz, die toen de tekenaar was. Tussen Biddeloo en Bono. En was dus Klaus de tekenaar. Martin Lodewijk was de scenarist. Kijk eens, Klaus getekend. En hier nog een vermelding van Martin Lodewijk, want mijn rol was Martin, de messentrekker van Stekenen. Goed. En deze tekening. Deze tekeningen van mij, ik vind dat ze goed. Goed gelijk. Kijk eens hier bijvoorbeeld. Hier kijk ik toch ernstig en bezorgd, want beesten die dood neervallen, dwaallichten op de heide, stemmen in de nacht. Tja, het is niet niks. En lijk ik erop. Nou. Nu kijk ik bezorgd om al die beesten en die geesten. Wat hebben we hier nog? Bijvoorbeeld hier. Ja, ik zie hier eigenlijk ontgoocheld uit, hè.
Nou goed. Ga hem snel halen. En lezen natuurlijk, want die dient niet voor in de kast te staan. De vervloekte talisman.